Dan gaan we naar agenda punt 15, vaststellen toetskader kavelsplitsing. En dat brengt ons volgens mij bij de fractie van de Partij van de Arbeid. Hopelijk zet ik een trend. In de commissie hebben wij gezegd dat het een inzichtelijk document is, dus wij gaan akkoord. Dank u wel. Ik ga naar de fractie van D66. Is er iemand van de fractie van de CDA? Ja, de heer Meulemeester. Ga uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we hadden dit als een hamerstuk af kunnen doen. Zijn het niet dat we zeggen, ja, we moeten toch ook aan de kijkers, maar ook aan onze burgers laten zien waar we mee bezig zijn. Voor ons ligt ontwerp vaststellen stedenbouwkundig toets kadersplitsing binnengebied. Als coalitie hebben we een doelstelling staan om de regelgeving te vereenvoudigen en als het even kan ook de mogelijkheden te verruimen. Nou, dit toetsingskader, door dit toetsingskader vast te stellen, wordt er actief aan gewerkt. We stimuleren zo de ontwikkeling van nieuwbouw en extra huisvestingsmogelijkheden binnen de bebouwde kom door een zogenaamde inbreiding. Bovendien verwachten wij dat ook dit de kwaliteit van de bebouwing en de omgeving ten goede komt. We gaan ervan uit dat het plan nog steeds moet voldoen aan de goede ruimtelijke ordening en dus inpasbaar is qua groen, milieu en water. Een voorbeeldje voor de duidelijkheid. Voorheen moest de breedte van een vrijstaand huis minimaal 7 meter zijn. Dit wordt nu vrijgelaten. Het is dus aan de burger zelf te bepalen hoe breed zijn huis wordt. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit geeft dus duidelijk ruimte op smallere percelen, waar bebouwing eerst niet mogelijk was. Tot slot, voorzitter, CDA Geemert-Bakel stemt dus volmondig in met het vaststellen van dit nieuwe toetsingskader kavelsplitsing 2017. Dank u. Dank u wel. De heer Vogels van de fractie van de Lokale Realisten. Het woord is aan u. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal het ook kort houden. Ik heb in de commissiebehandeling een opmerking gemaakt over in het nieuwe systeem, maar dat het nieuwe systeem ook risico's met zich brengt, namelijk het risico van willekeur. Ik heb toen kort genoemd, er zijn kwantitatieve criteria, en daar heeft de heer Meulemeester zojuist een van genoemd, kavelbreedte, dat soort zaken, hoogte, allemaal prima. Maar er zijn ook kwalitatieve criteria, en dan heb je het over historische of planmatige achtergrond, de dichtheid van de bebouwing en de kavelgrootte, en dan krijg je allemaal van die subjectieve wegingsfactoren. En daar hebben wij in Geemert-Bakel met de toenmalige welstandscommissie slechte ervaringen mee. Ik heb toen ook aan de portefeuillehouder gevraagd. Kunnen wij over een jaar, als we een jaar mee werken, kunnen we dan een intensieve evaluatie hebben waarvan we zeggen, oké, we hebben dit nu met dit nieuwe plan hebben we 10, 15, 20 casussen doorlopen. Die hebben we op de nieuwe manier afgerond. En kunnen we dan met elkaar eens kijken van hoe zouden die nu geweest zijn met de oude regeling en hoe zijn ze nu met de nieuwe regeling? En is er inderdaad mijn vrees voor willekeur, is die ongegrond, wat ik hoop? Of zit er toch wel hier en daar wat puntje van, we zeggen, dat moeten we nou eens gaan kijken met elkaar. Wethouder heeft toen gezegd, het is een goed plan. Ik zou nu eigenlijk in deze raadsvergadering formeel ook graag de toestemming krijgen van de wethouder dat die evaluatie er gaat komen. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we volgens mij aangekomen bij de wethouder. Ik geef graag het woord aan wethouder Van Ekstel. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil best nog een keer ja zeggen. Ik heb in de commissie de toezegging gedaan, dus bij deze doe ik het nog een keer in de raad. Ze loopt zo snel weg dat ik tijdens het omkijken eigenlijk al... U neemt er alle genoegen mee. Dan kijk ik of er behoefte is aan een tweede ronde. Dat lijkt niet het geval en de toezegging van de wethouder is voldoende. Dan gaan we over tot het besluiten. Wenst iemand stemming over dit onderwerp? Lijkt me niet het geval. Dan is het bij deze aangenomen.